Toen dacht ik, nou, het valt wel mee. Het is fucking makkelijk. Je lult gewoon aan en mensen geloven je wel. Er kan, zoveel bijzonders kan je ook gewoon niet met een toetsenbord. En omdat er al geen software bij zit en zo. Nou, dat was het voor deze week, jongens. Ja. Ja, jongens, dan zijn we weer met de GamersNetGear van de week. En het is wederom Leon die hier zit. Die is steeds vaker langs aan het komen in GamersNetGear. En het is wederom een Trust-product. En die kennen we natuurlijk als de Dordrechtse hardwarefabrikant. Of ja, peripherals-fabrikant. Dat is gewoon een Nederlands bedrijf. Hollandse glorie, die nou voor het eerst ook beginnen aan mechanische toetsenborden. Want ze hadden al toetsenborden, ze hadden al muizen. Maar ze zijn nu ook eindelijk die mechanical switches natuurlijk helemaal de shit. Ze zijn natuurlijk een beetje met de GamerGear sowieso begonnen. En dan... Dan eigenlijk moet je een mechanisch toetsenbord niet uitblijven. Nee, dan moet je ook een keer voor die mechanische toetsen gaan. En dat is leuk, want dit gaat dus op de kop. Het is de GXT 8800, als ik het goed heb. 880, dacht 880, ik. Of ja, wat zeg ik? 8800, 880 dus. 880, dat is even rekenwerk. Exact. En meer rekenwerk, die kun je dus voor €120 ongeveer op de kop tikken. En dan is ook nog een kleinere variant zonder het numpad. Numpad gedeeld, ja, die kost een tientje minder. Ja, nou ja, dus dan moet je maar net kijken of je wel of niet Excel sheets in wil vullen met je numpad, ja of nee. Of tancodes, wat ik heel veel doe met mijn numpad. Ja, dus ik zou mijn numpad ook niet willen missen. Nee, nou ja, ik heb het een tijdje lang geprobeerd, maar het is wel fijner om hem toch te hebben. Maar goed, Leon is mee aan de slag gegaan. Jij bent natuurlijk niet echt... Ja, dit is voor jou ook het eerste mechanische toetsenbord, denk ik, zo'n beetje? Zo'n beetje wel. Ik heb wel wat ervaring met mechanische toetsen, ook door de Hori-Tac Pro. Ja, die kun je nog terugkijken. Dat was serieus gewoon een toetsenbord voor je PlayStation 4. Bam. Exact. Ja. Maar dit is dus echt voor PC. Maar jij zei wel meteen van... Nou, die switches die lijken er een beetje op, toch? Ja, ze bevallen me wel. Ze zijn niet te luidruchtig en ze zijn niet te zwaar, dus... Dat is mooi, een beetje, die zie je toch vaker. Mensen zeggen met mechanische switches altijd van, nou ja, het is stabieler, het is fijner, het is preciezer. Maar god, wat tikt het toch veel en wat klinkt het toch lomp of zwaar voor de vingers. Dit zijn gewoon hele simpele, maken niet te veel geluid en zijn dus niet te zwaar. Exact. Dus overigens wel, dit zijn Trust eigen switches, want je ziet heel vaak... Het zijn bedrijven, eigen witte switches. Ja, bedrijven gaan ofwel voor de Cherries of een andere grote partij die switches maakt, of ze maken hun eigen, zoals bijvoorbeeld Razer ook doet. Trust zit in dat laatste pakketje, dus die hebben nou witte, lineaire switches gemaakt. Maar ik weet niet, hebben ze ook andere nog? Of is dit gewoon hun eerste switch? Dit is hun eerste enige mechanische toetsenbord. Ja, oké. Dus dat is dan ook de enige switch die ze dan hebben. Maar goed, dat is dus 45G workforce, zeg maar, actueringskracht, zeg maar. En dan ook 2 mm indrukken. Dat is voor die echte switch heads of zo, zullen we het maar even noemen. Die gasten die echt willen weten hoe tikt het. Ik denk in ieder geval dat je toets niet helemaal in hoeft te drukken. Precies. Om de aanslag te laten herkennen. Dat is eigenlijk bij ieder mechanisch toetsenbord. Ja, beviel dat? Ja, nou ja, ik moet zeggen, als je typt of zo, dan druk ik in ieder geval automatisch gewoon de hele toets in natuurlijk. Maar ik ook. Tijdens het game heb je wel eens dat je gewoon je toets net niet helemaal indrukt. Ja, omdat je denkt van, dan schamp je... Ik wil maar een klein beetje naar links. Ja, een klein beetje maar. Even om het hoekje kijken. Dat is mooi. Maar goed, we hebben het hier dus wel over €120. Dus ja, het is sowieso het duurste toetsenbord van Trust. Ooit. Ja, dat wel. Dus echt holy shit. Maar wat krijg je ervoor terug? Want natuurlijk, switches zijn duur, dat weten we. Maar wat krijg je nou meer terug voor die €120? Ja, zoals je hier al ziet, hij heeft lichtjes. Wauw. Er staat nu ook mooi op de demo-modus. Ja, daar ga ik allemaal gekke dingen doen. Je hebt verschillende profielen. Je hebt gewoon dat hij helemaal uitstaat natuurlijk. Dat is al dat handig, is altijd fijn. Ja. Of dat alle toetsen branden. Dan kan je zelf de scherpte van het licht instellen. Ja, de felheid. Felheid inderdaad. 4 verschillende standen. Daarnaast kan je zorgen dat het licht pulseert. Dus dat het steeds helderder wordt. Yeah. En je kan nu, zoals je hier ziet, de demo-modus, waarin die gewoon een beetje gek doet. Een beetje gek doet ook vooral. Ja. Maar, en tot slot heb je nog één andere optie. Uh-huh. En dan kan je zelf bepalen welke toets allemaal aan en uitstaan. En daarvan kan je weer 6 verschillende profielen maken. Ja, die kun je dan op het toetsenbord opslaan, toch? Onboard memory. Ja, ja alles moet je op het toetsenbord doen inderdaad. Ja, want het is geen software. Nee, het is compleet plug-and-play, wat klopt. Wel weer fijn is. Voor €120 vind ik dat eigenlijk wel apart. Dan verwacht je toch liever wel ook dat er een klein beetje software bij zit. Maar Trust is gegaan voor de optie van, nee, helemaal plug-and-play, je doet hem erin. Ja, nou, ik vond het juist wel fijn eigenlijk. Ja. Ik bedoel, ik kwam thuis met dit toetsenbord, ik plug hem in en ik hoef niet
nog weer een extra programmaatje te installeren. Nee, maar daar ben ik het ook wel mee eens. Ik heb ook wel eens met Gear dat je af en toe denkt van ja, moeten we nou weer echt voor dit ene prut headsetje weer een ja. nieuw stuk software hebben? Nee, het is ook wel eens fijn om gewoon die plug-and-play dingen te hebben. En ik snap Trust daar dan ook wel in. Maar ik vind ja, dat precies. Voor die, en ja. weet je, het is een toetsenbord en zoveel instellingen heb je. Je hebt niet dat die allemaal verschillende kleurtjes nee, of zo hoeft te laten zien. Een beetje blauwig-wit. En ik vind het ook een beetje overbodig om daar nog een heel programma aan te gaan koppelen. Ja, het maakt het alleen maar makkelijker om natuurlijk de toetsen in te stellen en zo. Maar ja, nou, het programma zou het makkelijker maken, maar het geeft ook wel, want onder elke toets zit natuurlijk een ledje. Ja. Wat ik dan persoonlijk het leukst vind om te zien, is dan weet je al de ripple effecten of de reactive effecten. Dat als je iets aandrukt, dat hij dan juist licht gaat geven of dat er zo'n waterbel omheen komt. Dat vind ik dan persoonlijk wel gaaf. Zo geavanceerd is het dan weer. Nee, maar voor €120 kun je dat vaak wel verwachten. Daar skipt Trust dus een beetje, ja, dat doen ze dus niet. Maar verder, ja, oké, het is volgens mij wel een vrij praktisch, makkelijk ding om te gebruiken, €120. Ik weet niet, hoe vind je hem eruit zien? Ja, het uiterlijk is natuurlijk niet echt heel bijzonder of zo, maar ik vind dat eigenlijk wel fijn. Ik zit ook niet zo te wachten op een heel erg gamerachtig toetsenbord met rood en heel draken. Veel toeters en bellen. Ja. Nee, snap ik op zich ook wel. En ja, hij voelt gewoon lekker robuust aan, redelijk zwaar, maar dat is wel op zich gebruikelijk voor een mechanisch toetsenbord natuurlijk. En hij voelt gewoon degelijk aan. Het is fijn dat je mijn woordje gebruikt. Dat is echt degelijk beestje. Degelijk beestje, inderdaad. Nee, maar dat is goed om te weten. Want op zich, Trust pakt een eerste mechanisch toetsenbord. En nou ja, ze doen niet al te veel gekke dingen. Ze spelen het enigszins op safe. Eigenlijk is het gewoon wel een beetje op safe gespeeld. Degelijk toetsenbordje. Ja. Niet te gek. Nee, dat is en dat vind ik persoonlijk wel fijn. Ik zit niet te wachten eigenlijk zelf op hele lichtshow met regenboog-effecten en zo. Is tof om te zien, maar ik snap van Trust dat ze eerst even rustig aan de markt inkomen met zoiets dus. Maar goed, concluderend, €120 Trust GXT 880, nu ga ik het wel goed zeggen. 880. Wat vinden we van? Ja, degelijk beestje. Mooi. Tot de volgende keer in Gamers at Gear. Dan behandelen we weer andere tech. Elke dinsdag op gamersat.nl en natuurlijk woensdag op ons YouTube kanaal. Dus like, comment en subscribe en dat soort dingen. Dit is Leon. Dat is Tom.